Goedendag, ik heb een mooie vraag gekregen over Daniël 10. Vers 13. Wat betekent dit vers? Nou, dan moeten we even kijken wat er staat in vers 13. Dan moet u zich even voorstellen, Daniël is hier in gebed. Hij wil weten over de toekomst van zijn volk, of het allemaal wel goed komt met Israël. En dan komt daar een gestalte naar hem toe, een engel, en die zegt tegen hem, vrees niet Daniël, ik ben gekomen om jouw gebed te beantwoorden. En dan staat er in vers 13 dit. Want je zou je kunnen vragen, waarom moet hij dan zo lang bidden voordat die persoon komt, die engel? 3 weken lang duurt dat gebed. Je kunt uitrekenen dat het intussen paasfeest was geweest. Daniël, kom naar het paas. Nee, ik wil antwoord hebben. En dan pas het hele paasfeest overgeslagen. Na 3 weken komt die engel en die verklaart waarom het zo lang duurde. De verklaring werd als volgt. De vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp. Zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. De vraag luidt, wat betekent dit vers? Makkelijk. Wat betekent dit vers? En Daniël 10 is een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel om ons een blik te gunnen op wat we zouden kunnen noemen de hogere wereld. De hemelse gewesten. Ons gebed moet eigenlijk van hieraf de aarde doordringen door die hemelse gewesten om bij God uit te komen, even heel plastisch voorgesteld. En in die hemelse gewesten, daar heb je grote legermachten, goede engelen en kwade engelen. Paulus zegt in Efeziërs 6, vers 12, dat wij strijd hebben tegen die geestelijke machten en boosheden in de hemelse gewesten. En daarom is er ook zoiets als strijden in de gebeden. En dat vind je hier ook. Dit is een strijd die 21 uur duurt en die engel komt zich excuseren. Die zegt, ja sorry, ik had wel eerder willen komen, maar onderweg werd ik tegengehouden door de vorst van het koninkrijk van de Perzen. Nou, daar bedoelt hij echt niet de aardse koning mee. Hij bedoelt daarmee een geestelijke koning. We duiden dat wel eens aan met het woord engelvorst. Want dit is het woord vorst, maar we duiden dan aan dat dat een engelmacht is. Een engelmacht die achter de geschiedenis van het koninkrijk van de Perzen staat. De koning, de aardse koning van het koninkrijk van Perzië, is eigenlijk ondergeschikt aan deze geestelijke macht. Je ziet dat later, in vers 20 komt dat nog eens een keer voor, dan gaat het over de vorst van Griekenland. Want Griekenland heeft, dat was dus Alexander de Grote, die heeft dat koninkrijk van de Perzen bestreden en dat helemaal veroverd. En daardoor is het Griekse Rijk gekomen. En daarvan staat ook de vorst van Griekenland. Dat is niet Alexander, hoe machtig die ook was. Dat is de geestelijke macht achter Alexander. Met andere woorden, als er op aarde een strijd is, dan is daarachter ook altijd een geestelijke strijd gaande. Als je denkt aan wat er gaande is in Oekraïne en in Rusland, maar überhaupt de oorlogen in deze wereld, er is altijd geestelijke strijd in de hemelse gewesten die daarmee verbonden is. Je ziet dat voor het eerst in de Bijbel al heel duidelijk bij de strijd tegen Farao. In Exodus 12 zegt de Heere God tegen Mozes, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat is heel interessant. In Numeri komt dat nog een keer terug. Daarmee bedoelt de Heere God niet dat er letterlijke goden bestaan zoals hij God is. Die goden, dat zijn die engelvorsten die door de Egyptenaren en door de Perzen, door de Grieken, als goden worden vereerd. Je kunt dus ook omdraaien. Al die goden die we kennen uit de Griekse mythologie en bij de Romeinen, maar ook bij Egypte, bij Babylon, bij de Perzen. Die goden zijn ten diepste engelmachten. En wel negatieve engelmachten. Het zijn engelen van Satan. Vandaar dat wij, nogmaals, Efeziërs 6, daar een geestelijke strijd tegen te voeren hebben, tegen die geestelijke machten. En die geestelijke machten kunnen zo sterk zijn dat hier een engel van God maar liefst 3 weken wordt tegengehouden, voordat hij eindelijk zich weet door te zetten en dan uitkomt bij Daniël om de boodschap van God over te brengen. En nogmaals, doordat hij later ook zinspeelt op die vorst van Griekenland,
Zie dat daarmee ook al wordt gezinspeeld op de strijd die zal uitbreken tussen het Perzische Rijk en het Griekse Rijk, waarbij die Griekse koning Alexander de overwinning zal behalen. Maar heel boeiend is ook dat Daniel, dat die engel erbij vertelt, ik heb ook hulp gekregen. Laat ik het eventjes heel plastisch zeggen, dit was een gewone doorsnee engel. Gewoon een boodschapper, een postbode. Zelf niet zo erg machtig. Als je als postbode tegenover de commissaris van politie komt te staan, dan heb je ook niet veel in te brengen. Maar deze postbode die hier bij Daniel komt, die zegt, ik heb geweldige hulp gehad. Michaël. Wist u dat Michaël de enige is in de hele Bijbel die aartsengel wordt genoemd? Dat betekent opperengel. Zelfs Gabriël, daar wordt het niet van gezegd. Michaël is dus een goede engel. Je vindt hem in het boek Openbaring, hoofdstuk 12, waar hij de Satan uit de hemel werpt. Hij is een machtige engel. En hij is in feite ook een engelvorst van een bepaald volk, en wel van Israël. Je leest een eindje verderop dat hij de engelvorst is aan het eind van hoofdstuk 10. Niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël. Daarmee zegt die engel, dit is de engelvorst van Israël. En dat vind ik nou zo boeiend, hè. Toen ik op het gymnasium zat, hadden wij een leerboek oude geschiedenis, waarin al die oude rijken werden beschreven. En er waren ook nog 2 bladzijden aan Israël besteed. Volgens mij was dat een soort verplicht nummer, omdat het een christelijke school was. Maar ze hadden net zo goed weg kunnen laten. Wat heeft Israël nou te betekenen in de wereldgeschiedenis? Haha, grote vergissing. Je moet niet kijken naar dat kleine volkje, dat vandaag zo'n 16 miljoen mensen omvat. Je moet kijken naar de geestelijke machten die achter dat volkje staan. Zoals de macht van Egypte, die ligt niet bij de farao, maar bij die goden, die geestelijke machten achter die farao, die engelvorst van Egypte. En zo is het met Griekenland, en zo is het met Perzië, zo is het met het Babylonische Rijk. Even tussen 2 haakjes, maar dat is eigenlijk best een belangrijk punt, niks, geen haakjes. U moet Jesaja 14 eens lezen. Daar gaat het over de koning van Babel. Maar daar tussen vers 12 en 15, daar gaat het niet meer over die koning zelf, dat bestaat niet. Vroeger dacht men wel dat het daar gaat over de val van Satan, maar dat is er een beetje met de haren bijgesleept. Maar het komt toch wel een beetje in de buurt. Daar gaat het over de engelvorst van Babel. En precies zoals al deze grote machten engelvorsten hebben. En dat is vandaag ook zo. Die westerse wereld heeft haar eigen engelenvorst. Rusland heeft dat, China. Denk om, ik ga er niet over fantaseren, want het is natuurlijk heel moeilijk om dat zomaar toe te passen op onze tijd. En toch is het tegelijkertijd wel weer belangrijk, want zeker bij zo'n oorlog als waar Rusland nu tegen het Westen zich gekeerd heeft, dan vraag je je natuurlijk af, zou dat ook niet te maken hebben met wat ik in het boek Openbaring meen te zien, het herstel van het Europese, van het Westerse Romeinse Rijk? Vroeger dachten we vaak, de Amerikanen hebben daarbij de belangrijkste stem in het kapittel. Maar als je nou iets ziet bij al deze ontwikkelingen, dan is het toch weer die geweldige samenballing van kracht, juist in Europa. Zowel corona als ook de oorlog met Oekraïne heeft Europa sterker aan elkaar verbonden. Ik weet niet of Amerika daarin een rol blijft spelen. Die hebben genoeg aan hun eigen gigantische interne tegenstellingen. Maar in het boek Openbaring zie je dat dat herstelde Romeinse Rijk van de eindtijd, die geweldige westerse macht, ook een engelvorst heeft. En die wordt daar genoemd de draak, de oude slang. Dat is de duivel zelf. Die anderen, dit zijn allemaal trawanten van de duivel. Dit zijn engelen van Satan. Maar daar gaat het over Satan zelf. En daarom is dit zo'n belangrijk hoofdstuk, Daniel 10. Het helpt ons om iets licht te krijgen over wat er in die geestelijke wereld gebeurt. Daarom is het echt een unieke passage. En in het boek Openbaring zien we, in het Westen draait het ook niet om de Amerikaanse president of president van Frankrijk of de bondskanselier van Duitsland. Het gaat om de geestelijke machten achter de geschiedenis. En zeker in zo'n ontkerkelijkte, ongeseculariseerde wereld als in Europa,
Maar ook Amerika is hard op weg. Daar zie je dat dat geen goede machten zijn die daarachter staan. Christenen moeten niet partij kiezen tussen het Westen of Rusland of China. Want het zijn allemaal bezig boosaardige machten te worden waarachter geestelijke machten schuilgaan. En we hebben in de Bijbel een sterke indruk hoe dat uiteindelijk afloopt. Daarbij wint niet China of Rusland of het Westen, met of zonder Amerika. Daarbij overwint tenslotte het Lam. En dat is ook de betekenis van het boek Daniël. Want uiteindelijk, je vindt dat ook in hoofdstuk 7, waar die vier machten, die vier wereldrijken beschreven worden als redeloze beesten. Zo zijn ze in Gods oog. En hoe komen ze aan hun eind? Doordat, 7 vers 13, de zoon des mensen neerdaalt met de wolken des hemels. En aan hem wordt het grote koninkrijk gegeven. Daniël 10 is een klein onderdeeltje van dat grote plaatje dat je in het boek Daniël hebt. Waarbij uiteindelijk al die machten, al die rijken die in die tijd zo actueel waren, tot hun einde komen door de zoon des mensen aan wie het koninkrijk gegeven wordt. Het koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dan zullen niet alleen de aardse machten moeten worden ontroond, dat is ook belangrijk. Maar veel belangrijker zijn die geestelijke machten achter die rijken. En daarop wordt onze blik geworpen in Daniël 10. Nou, ik hoop dat u er wat aan hebt. Anders kunt u uitvoerig daarover lezen in mijn boek De Negende Koning. Waar ik deze materie heel sterk heb uitgewerkt. En als u zelf een vraag wilt stellen en beantwoord wilt zien, mail die dan naar vragen@groeieningeloof.nl. Dat ziet u onder in beeld verschijnen. Wilt u meer video's volgen, klik dan op de abonneerknop. Die ziet u ook rechts onderin. De volgende vraag wordt beantwoord door Daniël Steenhuis. En ik hoop hier over 2 weken weer te zijn voor een vragenbeantwoording. Tot dan.